Het afschaffen van een moment stilte in de raadsvergadering. En dat komt van meneer Mos van D66 en nog een aantal andere partijen. Meneer Mos, ik geef u graag de gelegenheid. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij hebben in Nederland een scheiding van kerk en staat. Ook wel van geloofsovertuiging en staat. Dat is een van de grondslagen van ons bestel. En dat betekent naar onze mening dat de orde van vergaderen van openbaar bestuursorganen, dus ook de agenda van deze gemeenteraad, principieel vrij moet zijn van religieuze symbolen en uitingen. Religie behoort tot het privédomein. Voor de bestuursorganen van de staat zijn alle levensbeschouwingen gelijk en de staat moet ze allemaal in gelijke mate respecteren. Het moment van stilte vindt zijn basis in de christelijke levensovertuiging. In het verleden, toen de christelijke bevolkingsgroepen in gemeentes een meerderheid vormden, werd vaak geopend met een ambtsgebed. Dat is nu bijna geheel uit Nederland verdwenen en terecht naar onze mening. Maar het moment van stilte is wat je kunt noemen een light versie daarvan. Het is een stilgebed. Alle verzachtende opmerkingen in de trant van ach, iedereen kan er toch zijn eigen invulling aan geven, die nemen dat niet weg. Met het laten vervallen hiervan zou onze gemeenteraad een eigen tijdse stap zetten om elke suggestie van binding van staat en religie hier te vermijden. En dat zou iedere democraat, of je nou zelf gelovig bent of niet, voor zijn of haar rekening kunnen nemen. Persoonlijk ken ik diverse gelovige mensen die het daarmee ook zelf eens zijn. Er is in de regio nog maar één gemeente die... Mijn computer doet gek. Ik pak hem. Ja. Meteen. Ja. Ja, er komt zo'n spraak. Maar ik ga door. U had net zo serieus betoogd. Ja, precies. Ik herhaal nog een keer dat er in de regio nog maar één gemeente is die dit ritueel nog heeft. En bij het belrondje langs de Griffies, want ik heb het allemaal uitgezocht, daar merkte ik hier en daar toch de verbazende opmerking van, hebben jullie dat nog? Dames en heren, collega's, het is 2018. Laat u deze historische kans niet voorbij gaan. Mede-indieners zijn de heren Zeilenmaker van de PWF en de heer Meester van de BAM. Hoewel die laatste ons op dit moment toelacht vanaf een terrasje ergens in Midden-Italië. Dus hij is alleen in staat om geestelijke steun te geven en hij kan niet meestemmen. Ja. Wil er iemand iets zeggen? Meneer Plekker wil wat zeggen. Wacht even. Mevrouw Manshanden, mevrouw Visser, mevrouw Van de Geest, meneer Zeilenmaker, meneer Meester, meneer de Jong en meneer Raad. U krijgt van allemaal feedback over dit voorstel. Meneer Raad, wilt u beginnen? Jazeker, jawel. Dank u wel, voorzitter. Allereerst opgemerkt dat de VVD... dit een vrije kwestie heeft verklaard intern in de fractie. Dus wij zullen daar niet unaniem over stemmen. En de andere raadsleden zullen, indien ze daar de behoefte toe voelen, wellicht nog een stemverklaring geven bij het stemmen om hun persoonlijke voor- of tegenstemmen te motiveren. Ik kan wel in zijn algemeenheid spreken dat de merendeel van deze fractie, althans 5 leden, van mening zijn dat het moment stilte niet meer in deze vergadering thuis hoort. Het moment stilte, en de heer Mos heeft dat ook aangegeven, die vindt de oorsprong in de christelijke cultuur. Ik was er notabene zelf bij toen het moment stilte in de reglement van orde is gekomen. Dat is namelijk gebeurd in december 2006 in een voorbereidende vergadering op de nieuwe fusiegemeente Medemblik, die toen in 2007 zou beginnen. Toen stelde de wijlende heer Keekstra voor van het CDA om dat moment stilte in dat reglement van orde op te nemen, want dat was in Noorderkochtland gebruikelijk. Zo is het er ingekomen. En dat had inderdaad wel degelijk een traditie in het ambtsgebed en is min of meer een beetje geëufemiseerd of afgewaterd tot moment stilte. Wij zijn ook van mening in meerderheid dan, we hebben het hier in Nederland over een seculiere staat. We hebben scheiding tussen kerk en staat, weliswaar niet tussen kerk en politiek, maar dat is een ander onderwerp en daar gaat het natuurlijk ook niet over. Men kan ook zeggen, gebruik het moment stilte als een moment van overpeinzing, maar ook dan tas je het principe aan dat de vergadering neutraal hoort te zijn en ook zodoende geen mogelijkheid geeft voor een of andere levensbeschouwing om als onderdeel van het reglement van orde, als onderdeel van de vergadering zelf, mensen al dan niet hun
levensovertuiging of religie te praktiseren, om het zomaar te zeggen. Dat iemand dat in een betoog als visie op een bepaald raadsvoorstel geeft, dat is weer een ander verhaal, maar dat is partijpolitiek. Dit is onderdeel van een vergadering en wij zien het als iets heel anders. En ja, over het algemeen geldt dat als je bij mensen, bijvoorbeeld christelijke mensen, te eten gaat en die willen bidden voor het eten, ja, dan is het normaal dat je daar ook even stil bent. Maar dat is dan ook niet in een openbare raadsvergadering in een democratische en seculiere staat. Dus wat dat betreft heeft het niets met het niet hebben van fatsoen of dat soort dingen te maken. Nou ja, zodoende. Dank u wel. Meneer Plekker. Dank u, voorzitter. Het al dan niet aanhouden van een moment stilte is voor gemeentebelangen geen heet hangijzer. En iedereen moet dan ook zijn of haar eigen afweging maken. Het huidige gebruik is wat ons betreft niet godsdienstig ingestoken en heeft dus veel meer van een moment van bezinning. Het geeft ook een gevoel van saamhorigheid en even letterlijk stil te staan bij de komende raadsvergadering. Een ambtsgebed, waar de heer Mos het ook over had, zou voor ons veel te ver gaan. Maar tijdens het moment van stilte kan iedereen zelf zijn of haar gedachten laten gaan. Voor sommigen is het behoud belangrijk, vandaar dat het moment van stilte wat ons betreft niet afgeschaft hoeft te worden. Een moment van bezinning, of misschien beter een moment van aandacht, vinden wij op zijn plaats voor een raadsvergadering. Dank u wel. Zullen we even wachten? Ga ik even door. Nou, ik wil nog wel mijn eerste termijn, maar als u iets anders wilt doen aan het raad, dan vind ik dat doe goed. Ik u als laatste, want dan... Oké, dank u wel. Mevrouw Manshande. Ja, dank u wel, voorzitter. Wij zouden het jammer vinden als dit afgeschaft gaat worden. Er is al zoveel lawaai in de wereld. Een moment van stilte is in onze beleving vrij, leeg en ook waardevrij. En ieder kan dat invullen zoals hij dat wil. En dat hoeft helemaal niet per se op religieuze wijze. Wij snappen ook die associatie niet zo goed. In Engeland roepen ze order. Wij markeren het moment van reuring en drukte naar aandacht en concentratie op deze wijze. Zodoende is een moment van stilte voor ons wel waardevol. Voor GroenLinks is stilte in algemene zin van belang. In welke vorm dan ook koesteren wij dit. Er zijn momenten van stilte op allerlei gebieden, bijvoorbeeld bij voetbalwedstrijden, maar ook bij herdenkingen. Dus overal vind je momenten van stilte. Dus ik snap niet zo goed waarom de vergelijking getrokken wordt dat wij de enige gemeente zouden zijn met een moment van stilte. Dat zeggen ze ook niet bij voetbalwedstrijden of bij herdenkingen. In die zin zien wij dit moment van stilte. Dus nogmaals, voor ons hoeft het niet afgeschaft te worden. Mevrouw Visser. Voorzitter, voor ons ook niet. Ik vind het ook jammer dat de inhoud van de motie als een christelijk gewoonte wordt getypeerd. Met een enorme nadruk ook op die christelijke levensovertuiging. En zoals de heer Raad zegt, ik permitteer me de vrijheid als ik etens heb, dat ik samen met u in gebed ga, omdat dat mijn gewoonte is. Maar dat is mijn eigen huis. En daar gaat het helemaal niet om. We hebben deze discussie in de raad wel eens meer gehad. En toen waren we ook tot de slotsom gekomen. Gun elkaar het moment van. Dat was gewoon de algemene strekking. En of ik wel of niet christen ben, heeft niks te maken met de invulling wat ik op dat moment met een minuut stilte doe. Wij praten over 12 minuten stilte over een hele raadsjaar die we met elkaar in respect hadden afgesproken. Dus dat u dat zegt van ik doe helemaal niks, dat kan ook, dat hoeft niet. U hoeft niet met mensen mee te doen, het is maar slechts een minuut. En misschien als ik het klok, houden we niet eens een minuut vol. Maar dat is misschien dan nog iets anders en kan het wel eens een halve minuut worden. Burgemeester, is niet u aan te rekenen, maar ik heb u nog nooit geklokt, begrijpen goed. Maar het zou zomaar kunnen. Wat ik ook jammer vind, is dat je kijkt naar een democratische samenleving. Mensen die ons volgen op de televisie,
ook christelijke mensen of mensen met een overtuiging waarvan rust een belangrijk item is, waarvan overweging en overdenking een belangrijk item is, kijken naar een raad die dat gewoon ook dan in acht nemen en dat gewoon ook respecteren naar de kijkers toe, naar de mensen toe. Dus ik snap niet zo goed de enorme, eigenlijk zou ik zeggen, het lijkt wel een antichristelijke motie waarvan ik denk dat de heer Mos dat zeker niet bedoeld heeft, maar de woorden zijn niet helemaal goed en gepast opgezet. Voorzitter, zolang ik in de raad zit, en het is toch al 15 jaar, en ook vanuit Andijk hebben wij altijd een minuut overdenking voor de raad als opening gebruikt van een mooi moment om daarmee te beginnen. We hebben die discussie gevoerd, nogmaals, ik vind het jammer dat die er ligt, ik vind het jammer dat nu we elkaar toch met elkaar nodig hebben, dit soort discussies gaan starten, terwijl we eigenlijk best heel veel belangrijke dingen hebben. Ik zou zeggen, meneer Mos, vul uw moment wel of niet in. Maar geef de kijker, geef het democratisch stelsel, geef ons de kans om het wel te respecteren en het vast te houden. Ik steun natuurlijk de motie van geen enkele kant. En dit is mijn pleidooi, voorzitter. Even denken. Mevrouw van der Geest, gaat u gang. Dank u wel. Wij hebben er binnen de fractie uitvoerig over gecorrespondeerd, moet ik zeggen. Waardoor allerlei aspecten aan de orde kwamen. Onder andere dat het in de hectische tijd toch wel fijn is als er af en toe momenten van stilte zijn. Maar dat geldt niet alleen voor de raadsvergadering. Het geldt ook tijdens de raadsvergadering. En ik betrap mezelf er ook op dat ik daar niet altijd rekening mee hou. Maar dat ik dan toch af en toe even overleg heb met deze of gene. Maar het gaat erom, er wordt gesproken over respect. Het gaat ook om het respect tijdens de raadsvergadering. Dat we dan ook stil zijn en naar elkaar luisteren. Want dat heeft er ook mee te maken. Ik ben het er ook niet mee eens dat per se die stilte, die best waardevol is, dat een religieuze uiting is. Ik heb dat vaak meegemaakt met alle mensen die dan stil worden op één gelijk moment. Wat ik nu hier wel zie, dat is tijdens dat moment van stilte, dan ervaar ik niets. Wat ik wel ervaar in andere gelegenheden die ik meegemaakt heb, waar mensen dan met z'n allen gelijk stil zijn. Je merkt dat het voor sommige mensen best ongemakkelijk is om dan stil te zijn. En dan is het gewoon niet zinvol meer. En bovendien is het ook zo dat mensen dan na het moment van stilte binnenkomen vallen of tijdens het moment van stilte komen binnenvallen. Dus wij hebben dan... Er werd ook nog gezegd, ja, in plaats van dat moment van stilte zou je ook een mooie tekst kunnen uitspreken waar je inspiratie uit haalt. En dat hoeft helemaal niet religieus te zijn, maar dat kan van alles zijn, waardoor je dan toch weet, kijk, we gaan nu bezig met besluiten die voor onze inwoners gevolgen kunnen hebben. Maar aan de andere kant moet ik ook zeggen, op het moment dat je die raadsvergadering gaat voorbereiden voor jezelf of met de fractie, dan ben je al bezig met wat zijn de consequenties van deze besluiten die wij nemen. Dus wat dat betreft heb ik het zelf niet meer nodig. En de meeste mensen van mijn fractie die vinden het eigenlijk ook niet nodig meer in deze tijd. En ik meen me te herinneren, maar ik weet niet helemaal zeker dat wij het in de gemeente Wervershoofd ook niet deden. Maar ik heb het toen ook niet gemist. Het gaat er gewoon om, hoe ga je met elkaar om? En ik zal dus wel voor de motie stemmen, omdat ik hem nu niet als zinvol ervaar. Ja, daar wacht ik op, voorzitter. Dank u wel. Ja, ik vind het jammer van dit agendapunt dat het straks een kwestie wordt van elkaar willen overtuigen. En daar gaat het absoluut niet om wat ons betreft. Het gaat om je eigen gevoel. We hebben ook hier in de voorbespreking binnen de fractie ook niet lang meer stilgestaan. We hebben ook hier gewoon gezegd, je voelt maar aan wat je zelf wilt stemmen. En ga elkaar vooral niet overtuigen. Geef ruimte elkaars mening. En ik vind eigenlijk, en dat vond ik een beetje storend, dat die 1 minuut stilte hier wordt vergeleken met een herdenking of een voetbalwedstrijd. Ik vind dat totaal niet aan de orde, want dat is een totaal ander punt. Natuurlijk wordt daar nu stilte gehouden, maar dan is de aanleiding daar ook nadrukkelijk voor. Ik wil ook een oproep doen aan de raad.
stem naar je hart en probeer elkaar vooral niet te overtuigen. En wij hebben ook dat binnen de fractie vrijgelaten en u ziet straks hoe wij gaan stemmen, voorzitter. U was mede-indiener, meneer Zeilenmaak. Ja, dank u wel, voorzitter. Het zomerde een middag lang. We liepen samen, de warmte trilde zacht. De wind wist wat wij wilden, koelde ons heel even af. Het gras was groener dan we dachten en wij onhandiger dan we verwachten. Het zomerde een middag lang in de traagheid van het geven. Nemen was van geen belang, we wilden even samenleven. Voorzitter, dat zou een idee kunnen zijn om die minuut, in plaats van die minuut stilte, een kort gedicht, een overdenking of iets dergelijks in te vullen. En als we dat doen in dezelfde volgorde als we onze columns in de Medemblikken schrijven, één voor één, komen we aan de beurt. En dat zou ik heel mooi en heel zinvol vinden als we dat op die manier doen. Dan kan je ook even stilstaan bij andere dingen dan de waan van de dag, et cetera. En dan zou voor mij die minuut veel meer betekenis hebben dan het nu heeft. Want terecht wat mijn buurman daarover zegt, een vergelijking met de minuut stilte bij de dodenherdenking of bij een voetbalwedstrijd vanwege het overlijden van een voetballer of iets anders. Dat is van totaal andere orde dan dit. Ik ben mede-ondertekenaar en ik vind ook, en dat hoor je ook van reacties van mensen om je heen, iedereen die dit ziet voor televisie, die denkt allemaal dat dit echt te maken heeft met een christelijke doelstelling, die minuut stilte, en niet anders. En ik vind dat we daar ook mee te maken hebben. Dank u wel. Ja, meneer Meester, voordat ik meneer Mos het woord geef. Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, mooi, van meneer Zeilenmaker. En u moet weten, binnen een CDA is er goed gebruik om fractievergaderingen of bestuursvergaderingen met een dergelijke overpeinzing of een mooi woordje te starten. Zelf beginnen wij de fractievergadering met een spreuk, maar onze voorzitter, hier ook op de tribune zittend, die brengt altijd bij bestuursvergaderingen of algemene ledenvergaderingen een mooie overdenking of een mooi woordje te bedden. En dat is altijd heel netjes. Maar nu deze motie, in onze ogen toch, om het woord maar eens te gebruiken, een onsympathieke motie. En zeker wat ons betreft geen ritueel van een specifieke levensovertuiging. En het mooie is, voorzitter, wij hebben eventjes gegoogeld en wat steekwoorden ingetypt. En dan kom je uit bij D66 IJsselstein. Die hebben in 2010 toegegeven, een tijdje geleden, meneer Mos. Maar die hebben tegen het afschaffen van het bezinningsmoment gestemd, destijds in de Raad van IJsselstein. En zij hebben gezegd, citaat, ik hou het kort hoor, de achterliggende gedachte is dat men dan kan komen tot een moment van bezinning, al is het maar voor een periode van 15 seconden. De raadsvergadering wordt bij aanvang gemarkeerd met een bewust gekozen rustpunt van reflectie. Een moment stilte kan een bepaald doel hebben. Men wil gedenken of stilstaan bij de waan van de dag. Handhaving van een moment van bezinning is wederzijds respectvol, aldus D66 IJsselstein. Deze fractie gebruikt het moment vooral om even stil te staan bij het verantwoordelijke raadswerk. Einde citaat. Kijk, en bij dat laatste kunnen wij ons, ik persoonlijk kan ik me daarbij aansluiten. Ik vind dat wel mooi. Voorzitter, als fractie dachten wij dat wij misschien wel verdeeld waren, maar we bleken heel unaniem. En we zien toch graag dat het stiltemoment behouden blijft. Bovendien schijnt het zo te zijn dat als je effectief wilt vergaderen, dan is het heel goed om te starten met een kort moment van stilte. Tot zover. Dank u wel. Goed. Nou, meneer Mos. Ja, voorzitter, het onderwerp is in 2011 ook al in deze raad besproken met een motie van de heer Raad. Ik heb dat nog eens teruggekeken. Het was de eerste vergadering dat er beelden waren. Ik heb zijn betoog nog eens nageluisterd en elk woord daarvan is nog hoogst actueel. En hij heeft dat vanavond ook herhaald en dat lijkt ons nog steeds allemaal aan de orde. Daarmee heeft hij ook meteen eigenlijk al gereageerd op een paar zaken die de anderen zijn ingebracht. De motie heeft toen niet gehaald en mijn illustere voorganger, de heer Tiggers, die heeft toen gesteld dat dit punt een periode later nog maar eens zouden moeten overwegen. We zijn nu 7 jaar, bijna 2 periodes verder en dit lijkt ons een goed moment. Even reagerend op een paar dingen. Respect voor andermans overtuiging, dat is een tegenargument dat je vaak hoort. Ja, dat hoort
bij een democratie, maar het realiseer je het best door alle overtuigingen gelijk te behandelen en niet een gebruik van één ervan in je raad op de agenda te zetten. Dan ja, de behoefte aan bezinning. Naar onze mening moet je je als raadslid vooral bezinnen bij het lezen van de stukken en het voorbereiden in je fractie. Nou, dat kost wel een aantal uurtjes, dat weten we allemaal. Als je daarvoor die kwart minuut nog nodig hebt, nou, dan is dat wel heel mager. Om ons werk hier dan in alle rust en bezinning te starten, heb ik een goed devies. Kom tijdig, acclimatiseer even, maak een praatje met een paar collega's. Ga rustig zitten, dan heb je een goede start. En als je dat van die 10 seconden stilte moet hebben, nou, dat, ik kan me daar niks bij voorstellen. Even kijken, ja, tolerantie. Tolerantie werkt, denk ik, twee kanten op. Laat die er ook zijn ten aanzien van mensen die bij dit moment stilte geen goed gevoel hebben. Wij zouden als D66 bijvoorbeeld ook wel voor een opening met een humanistisch karakter kunnen opteren. Nou, misschien komen er binnenkort nog andere overtuigingen hier in de raad. Kunnen we allemaal beelden bij hebben. Gaan we die ook meenemen? Gaan we ze dan achter elkaar doen? Dan zijn we wel even bezig. Respect. Ik ben zelf ervaringsdeskundig. Ik kom zelf uit orthodoxe kring en ik weet vanuit het christendom gaat respect vaak één kant op. Vanuit christelijke overtuiging mochten nog niet zo lang geleden winkels op zondag niet open, waardoor ook andersdenkenden belemmerd werden. Wij mochten als gereformeerde kinderen op zondag geen geld uitgeven en de anderen konden het in het dorp dus ook niet. En als ik aan een etentje zit en mensen bidden voor het eten, hetzelfde wat de heer Raad zegt, dat is privé, dan respecteer ik dat uiteraard helemaal. Het verschil is, wij zitten hier in een openbaar staatsorgaan. Ik stel de voorstanders van het moment stilte de vraag, stelt u op uw werk aan het begin van de werkdagen ook de eis van een moment stilte? Bij een managementteam, bij een docentenvergadering, waarbij anderen zich dan ook maar moeten aanpassen? Dat denk ik niet. D66 IJsselstein, ja, D66 wordt niet, ik denk het CDA ook niet, vanuit het centraal punt in Den Haag geregeerd. En het gebeurt dus dat in een provincie of in een andere gemeente D66ers andere standpunten innemen dan wij. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn en dat zal voor alle partijen gelden die landelijk opereren. Dus daar ben ik verder niet zo van onder de indruk. Nou ja, over die voetbalwedstrijd en die herdenking, daar is denk ik al genoeg over gezegd dat dat misplaatste vergelijkingen zijn. Ik wou het hier even bij laten. Oké, het verweer van meneer Mos gehoord hebbende, zijn er nieuwe zaken die u aan de orde wil hebben, mevrouw Visser? De tweede termijn. Voorzitter, het verweer gehoorde, dan hoor ik misschien wel enige jeugdtrauma, dat snap ik. Iemand die uit een behoorlijke orthodoxe kring komt en daarmee de minuut stilte veel te veel associeert. Interruptie, voorzitter, trauma, het gaat hier niet om mij, hoe ik me hierbij voel, het gaat om een staatsrechtelijk principe wat ons betreft. Dus ik zou graag willen dat die uitdrukking werd teruggenomen. Voorzitter, ter interruptie. Dit is wat ik nu net bedoelde te zeggen. Van, we moeten stoppen met de discussie. Iedereen heeft zijn woordje gedaan. Want we gaan dus nu dingen zeggen waar we misschien straks spijt van krijgen. Slaat ik mij voorzitter, als ik iemand beledigd heb, neem ik het terug. Maar het gaat er mij om, en dat is wat ik wou voortzetten, dat dit zo christelijk benaderd wordt met achtergronden, terwijl het moment stilte in de vorige keer al gewoon besloten wordt als een moment van bezinning en een start. En dat er van alles orthodox bijgehaald worden, dat denk ik, maar daar ging het niet om. Interruptie, voorzitter. De heer Raad heeft omstandig uitgelegd wat het begin was van dit moment. En een moment stilte, de oorsprong, is een stil gebed. En daar kunnen we allemaal nu heel verwaterend over gaan doen, maar... Voorzitter, we doen verwaterend omdat we al water bij de wijn hebben gedaan. Want we hebben bij de vorige discussie met z'n allen, inclusief de heer Raad ook, misschien heeft u wel of niet voor tegen, maar u hebt ook toen gezegd dat iedereen best wel een kans gegund kan worden van een minuut of hoe lang het duurt om te beginnen met de invulling die je zelf wil. Voorzitter, ter interruptie. Reagerend daarop, dat heb ik toen wel gezegd in die zin. Een aantal fracties zeiden van wij hebben wel behoefte aan een moment stil. Toen heb ik aangegeven, nou als dat voor die fractie zo belangrijk is, dan zoeken ze een aparte ruimte vlak voorafgaand aan de vergadering. En dan gaan ze daar een moment stilte beleven met elkaar, maar niet in een openbare raadsvergadering. Zo heb ik het toen gezegd.
Er zijn heel veel gemeentes die gewoon in een raadsvergadering een minuut nemen van jongens, we starten, laten we met elkaar even een minuut nemen. Dat is even, ik vind het dat het zo vanuit de christelijke kant wordt benaderd. En ik permitteer me dat van dat moment een christelijke invulling te geven, maar die is aan mij persoonlijk. Dat hoeft niet iedereen te doen. En dat wordt ook helemaal niet gevraagd. Er wordt ook niet een gebed gevraagd, er wordt geen bijbeltekst gevraagd. Nou, als ik de kans krijg, meneer Zeilenmaker, zal mijn gedicht dus uit het boek komen. Maar het gaat erom over de respect van de vorige besluit, de bezinning die we toen hadden afgesproken. En ik nogmaals, ik zou het ontzettend jammer vinden, ook voor kijkers, dat we gewoon die ene minuut laat zomaar schrappen. Dat zou ik heel erg jammer vinden, ja. Ook voor deze gemeente. Ja. Dank u wel. Van Wanshanden. Ja, dank u wel, voorzitter. Er zijn wel drie partijen die ingegaan zijn op mijn opmerking over stilte bij een voetbalwedstrijd. Maar daarmee heb ik de vergelijking willen maken dat er op allerlei verschillende manieren momenten van stilte zijn. En ik heb ook gezegd, een moment van stilte is gewoon vrij en die komen overal voor en ze zijn leeg en je kunt ze invullen zoals je wil. En natuurlijk wordt bij een voetbalwedstrijd een moment van stilte anders ingevuld, zoals hier bijvoorbeeld. Dat is het enige wat ik ermee bedoeld heb. En als je bij een voetbalwedstrijd een moment van stilte hebt, wordt er ook niet gezegd, oh, wij hebben kerk, wij hebben scheiding van kerk, voorzitter, en staat. Ter interruptie. Dat is wat ik ermee bedoelde te zeggen. Ja, het spijt me, maar ik wil hier toch even iets op zeggen. Mevrouw Mazan, dat u stilte heel belangrijk vindt, dat vind ik ook heel waardevol. Maar u kunt uw want wat u nu doet, u gaat uw levensovertuiging, namelijk ik vind stilte belangrijk, opleggen aan de anderen door het in een vergadering te willen fietsen. Als u de stilte zo belangrijk vindt, kunt u ook bij andere momenten besluiten om stil te zijn. Maar u kunt het anderen niet opleggen, daar gaat het juist om. Oké, maar wat we wel proberen hier met z'n 26e, of er zijn er twee niet, elkaar gewoon, dat is een kwestie van dat wij elkaar proberen te overtuigen. Dat doen we met een moment van stilte. Maar dat doen we bijvoorbeeld ook over de welstandsnota. Ja. Zo zie ik het. Dus dat maakt niet uit. Dan proberen we elkaar toch ook te overtuigen. Nou, voorzitter, okay. Voorzitter. Ja, maar u legt uw eigen overtuiging aan openbare vergaderingen en de orde van een openbare vergadering in een democratische rechtsstaat. Dat is het verschil. Voorzitter, ik hoor geen, ik heb tot nu toe met alle respect voor ook de sprekers hiervoor, geen nieuwe argumenten gehoord in deze tweede termijn. Volgens mij zijn er ook niet partijen die nu opeens gaan switchen of personen die een ander standpunt hebben. Voor mij zijn die toch echt wel duidelijk verwoord en ik ben het helemaal eens met de heer De Jong. Iedereen moet voor zichzelf die afweging maken. Voor mij gaan we nu inderdaad meer richting een verwijtende sfeer. Ik stel gewoon voor dat we gaan stemmen. Nou, dat is een voorstel van orde. Voorzitter, wil graag reageren, want ik ben het toch principieel. Mag ik dat? Nou, ik wou mijn zin even afmaken. Mag okay. Ja, maar ik wil nog wel graag. Dat is fijn. Ik denk dat, dat het inderdaad een persoonlijke afweging is. En in die zin is het je eigen keus. En voor de rest onthoud ik me ook van inhoudelijke argumenten. Maar ik denk dat er wel voldoende al over gezegd is. En ik wil meneer Nijsing nog graag ter afronding het woord laten voeren. Nou, ik wil reageren op het ordevoorstel. Ik vind het erg jammer dat er tijdens deze beraadslag ontzettend veel gezucht en gekreund wordt. Het gaat een keer over principes en wordt meteen gezegd, jongens, we moeten er niet over gaan hebben, want dit gaat over personen. Het mag een keer toch gaan over principes en niet over alleen praktische zaken. Ik vind het jammer dat op deze manier zo de discussie wordt afgekapt. Meneer Plekker. Als, ik vind dat iedereen inderdaad zijn mening mag geven, maar ik vind dat alle argumenten uitgewisseld zijn. En ik stel inderdaad voor om gewoon te gaan stemmen. Even met de stemverklaring, dat vind ik ook prima. Maar... De motie ligt voor. Ik kan de tweede termijn afronden. Heeft iedereen gezegd wat hij heeft willen zeggen hierover? Ja? Dan vraag ik of iemand nog een stemverklaring wil afleggen. Meneer Steltepol. Ik, in tegenstelling tot mijn fractiegenoten, blijf ik het zinvol vinden om een minuut van bezinning voor de vergadering te houden. Dank u wel. Anderen onder u? Nee, dan breng ik de motie in stemming. Wie is voor deze motie? Even kijken hoor. PWF 1, PVDA 2, PW 2010 1, D66
2. En even kijken, VVD 5, denk ik. Dat is de heer Berlijn. Dat is de heer Raad. Dat is de heer De Vries. De heer Berenpoot en de heer Stam. Heb je dat allemaal? Ja. En wie is tegen de motie? Tegen is CDA, ChristenUnie, CDA 5, ChristenUnie 1, GroenLinks 1 en Gemeentebelangen 5. En meneer Steltepol van de VVD. Daarmee is de motie verworpen met 11 voor en 13 tegen. Dank u wel voor de beraadslaging. Ik wens jullie wel thuis. En we zien elkaar weer in juli. Ook de luisteraars thuis, dank u wel.